Hey Plukkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 La Boom. Welkom jongens, leuk jullie er zijn. Als het goed is, het kan zijn dat het deze week dat de laatste keer is dat ik FS19 speel. Dat zou kunnen qua deze video's, omdat het een week voordat de release van FS22 komt. Dus dan moeten we eens eventjes in de gaten houden. Maar ja. He, ik hou jullie daarmee wel mee op de hoogte. En vandaag moeten we natuurlijk dit veld gaan oogsten. Want we hebben eergisteren hebben we een beginnetje gemaakt aan dit veld. En vandaag maken wij het af. En we gaan wel gewoon doorspelen. Kijk, en als FS22 komt, dan komt FS22. En dan zouden we hier waarschijnlijk ook wel stoppen. Maar we gaan gewoon lekker, de gedachten die we allemaal hadden, die gaan we gewoon lekker voortzetten. En ja, weet je, dan zien we het dan wel. Om helemaal beknopt te gaan spelen, daar breng je ook niks meer. En de reacties waren op zich wel redelijk gemengd over... de ene die zei, ja, eigenlijk moet je gewoon teruggaan naar FS19. Omdat er ook nog niet zo heel veel mods zijn zo meteen in het begin. De andere die zegt van... ik ben het wel met je eens, FS22 staat voor de deur. Dus daar heb je straks niks meer aan om FS19 te spelen. Dus we moeten het gewoon eventjes aanzien. We moeten het eventjes aanzien. Het kan best zijn dat we dit na FS20 nog wat doorzetten. Of niet. We gaan het zien. Want volgens mij hadden we in gedachten om dit veld namelijk in het gras te doen. Dacht ik, hè? Of was het veld hiernaast? Nee, voor mij dit veld. Op zich maakt het dus heel veel even. Voor mij zijn ze even gehoord. Waarom gaat hij nou weer scheef? Zo. Om hier gras in te doen. Dus als het goed is hoeft het ook niet geploegd te worden, want voor mij heb ik dat trouwens ook uitstaan. Nou, en dan moeten we die zonnebloemen moeten we eventjes verkopen. En kijk, het is natuurlijk jammer dat wij geen zonnebloemfabriek oliemachine hebben. Zodat wij natuurlijk de zonnebloemen kunnen consumeren in olie. Straks in FS22 hebben we dat wel. Maar ja, om dat nou nog te kopen, dat heeft ook niet zoveel zin. Alleen wat ik weet niet of dat met de andere combines ook zo is, maar wat mij wel opvalt met deze combine is dat hij enorme draaidrukken heeft. Ik weet niet hoe vaak steken om überhaupt een draai te kunnen maken. Is dat gewoon omdat ik dat niet gewend ben, zo'n kleinere combine? Of is dat echt een verschil tussen een grote en een kleine combine? Of hoe zit dat? Want ik merk wel dat de draaidrukken van deze echt vreselijk zijn. Maar ja, dat zijn sowieso met combines. Hè? Met grotere bussen natuurlijk ook. Die zwenken altijd, ik weet niet hoe ver uit. Alleen ik heb het idee dat dit een hele andere combine is. Waardoor de draaicirkel zo klein is. Want daarom miste ik net ook heel wat toen ik ging draaien. Nou. Het zal wel. Ja, en er was ook iets over dat de ene keer dat jullie mijn stem wel goed konden horen. En de andere keer was het heel zacht. In deze video zal ik mijn geluid in het editprogramma eventjes ietsjes hoger zetten. Misschien dat dat beter is. Hè, dat jullie mij beter kunnen horen. Want ik had eventjes een stukje gezien. Er stond de reactie van Theo. Dat bij een bepaalde minuut dat je... Normaal gesproken staat hij altijd gewoon op de normale volume. Maar je hoort hem in gewoon niet. We hadden het geëmmen buiten met die benzine en de trekker die aan het ronkelen was en zo. Dus laat even in de reacties weten hoe het nu is. Omdat ik dat straks ga veranderen in het editen. Dan zet ik hem wel ietsjes harder. En dan zet ik het gamegeluid gewoon op de normale volume. En dan hoop ik dat het iets beter is. Want als je mij bent en je hoort praten, dan heb je natuurlijk ook niet zoveel lang. Dat is natuurlijk wel jammer. En ik denk dat we dit veld ook wel in één keer in de campagne kunnen krijgen. Zo. Hoppakee. En dan kunnen we wel eventjes een korte timelapse maken. Want dit veld is niet zo heel groot meer. Dus dan blaf even dit veld eraf. En dan gaan we dit... Ja, ik weet niet of dit geploegd moet worden. Maar dan gaan we dit inzaaien met mais. Of gras bedoel ik. Thank you.
nou, het veld is eraf, terwijl deze aan het legen is. Dan gaan we eens even kijken. Ja, het moet wel... Ik had ploeg toch uitgezet? Of heb ik dat nou verkeerd? Ploegen. Periodiek ploegenvrij. Staat wel aan. Dus moeten we eigenlijk eventjes een ploeg gaan fixen. Nou, dat kan op zich wel. Ja, dat kan wel. Dan moeten we even kijken. Voor mij hadden we hier de kever ook neergezet. Of staat de kever daar? Want we hebben nou namelijk die andere bag nodig. Dus dan moeten we eventjes wisselen. En we moeten even kijken waar we de zonnebloemen verkopen. Bij Koop de Alpensuit. En het schijnt dat ik dus ook ergens anders dat moet verkopen. In plaats van in die ding achter die deuren. Dus dan gaan we eens even kijken. En mocht je op de achtergrond wat horen, jongens. Rosse die is bezig met... hoe heet het? Met het folie op de ramen te plakken. Dat je hier niet zo naar binnen kan gluren. Dus als je straks wat hoort, dan weten jullie waardoor dat komt. Want iedereen kan hier zo naar binnen heen kijken. En dan zie je allemaal wat voor spullen hier staan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hebben we die kever eigenlijk daar neergezet? Ja, de kever hebben we toen afgekoppeld. Dat klopt ook. Dat klopt. Dus dan moeten we even kijken waar we deze neerzetten. Want die hebben we daar in de schuur gezet. Want de schuur staat nog wagenwijd los. Hier op de hoek. Zo, dan zetten we deze er wel gewoon naast. Maar doen we vandaag niet hoor. Ik wil vandaag dat veld af hebben. Met ploegen en zo. Zo. Oh, dat doet het goed zo. Kijk, en dan kan deze. Dat gaat allemaal net. Kijk, dan kunnen we deze voor deze deur zetten. Zo. Mooi. Kan deze deur weer dicht? Als dat mag. Ja. Mooi. Dan lopen we even terug en dan gaan we achter die deur gaan verkopen. Want het schijnt dat daar de koop Alpensuit is. Het staat ook heel rood op de muur trouwens. Dat klopt ook. Maar ik weet niet of dat kan. Of je daar kan verkopen. En dan moeten we even kijken wat voor ploeg we gaan nemen. Want we kunnen een diep ploeg nemen. We kunnen een normale ploeg nemen. Ik ben altijd wel meestal fan van de diep ploegen. Dus we moeten eens even kijken wat voor dingen we hebben. Kunnen we direct wel even kijken. Even kijken. Diep ploegen. Hoeveel pk heeft onze Steiger eigenlijk? 150. En de Steiger heeft 240 pk. Dus we zouden natuurlijk ook een grotere kunnen doen. En deze, ja, maar deze heb ik al zoveel gebruikt, joh. Deze is 4 meter. Deze is 4,5 meter. 130 pk. En onze Steiger heeft 150 pk. Dus dat zou in principe goed moeten gaan als we die kuun gaan kopen. En deze heeft 140 pk en heeft ook 4 meter. 130 pk, 140 pk. Over het algemeen is er niks anders. Want deze is 4 meter en die is 4 meter. Alleen deze heeft 10 pk meer nodig. En is 500 euro goedkoper. Alleen het rood past weer mooi bij de trekkers. Dus we gaan het zo wel even bekijken. Doen we eerst deze open en dan gaan we eerst die zonnebloemen verkopen. Zo. En die dicht. Ja, 5000 liter. Dat is niet veel. Nee, dat is niet anders. En hier langs. En dan ben ik benieuwd of dat... of we inderdaad achter die deuren moeten verkopen. Voor mij kunnen we die deuren toch niet open doen, maar wel. Dat hebben we voor mij toen toch geprobeerd. Ik weet niet meer. Maar ik zou mijn god niet weten waar we het normaal gesproken anders moeten keepen. Want je kunt echt puur alles kun je alleen, tenminste zonnebloemen kun je alleen bij de Koop Alpensuit gaan verkopen. En dat was met het vorige gewas ook weer niet meer. Wat was het ook alweer? Melee was dat. En dat moest bij dat ding. Bij dat gat daar. Maar ik wil het wel even proberen. Zijn we? Even kijken. Dus we zouden dus hierachter moeten gaan. Komen, volgens Theo. Klinkt op zich ook wel heel logisch, hè. Maar kijk, want hier hebben we voor mij de vorige keer wel gekeken. Maar dan moet je hier toch niet verkopen, jongens. Want hier heb je namelijk die aardappels en zo. Maar we kunnen wel even proberen. Oh, de deur dicht. Dat gekriemel, jongens, dat is Roos op de achtergrond. Die is die folie los aan het brengen. Even kijken of dit werkt.
dit werkt niet. Ik denk dat we gewoon daar moeten zijn en hier. Nee, ook niet. Maar waar ben ik meestal aan het keeper dan? Dat is toch ook hier? Je hebt de vent een bad vreer. Voor mij moeten we gewoon daar wel echt zijn hoor. We kunnen die andere deur nog even proberen. Maar hier moeten we in ieder geval niet zijn. Zo. Dan doe ik die weer dicht, want dan komen we toch niet. Maar hier werkt het dus niet. En dan hebben we hier ook nog wat. Als je open wil. Hier misschien. Nou, dat is even proberen. Zo. Pas op voor de muur. Zo. Nou, even voor de tussenstand, jongens. Roos hebben wel dat spul plakken, maar dat is veel te kort. We hebben toch nog... Ik denk dat die deur breder is. Hé, maar we hadden toch nog een nieuwe rol? Oh. Dat past niet. Even kijken of we het hier moeten gaan verkopen. Ik denk het niet, hoor. Een geluid. Nee. Hier ook niet. Nee, dus we moeten wel echt daarheen, jongens. Dus we hebben het geprobeerd in ieder geval. Dus die kan weer dicht. En die kan weer dicht. En dan verkopen we het hier. Ja, ik weet het anders ook niet. Die. Want dit is die vatter boot huppeldepup. Hier moeten wij het stro gaan verkopen. Ah, liever wat lawaai. Sorry jongens voor jullie oortjes. Nou, maar bij de Action hebben ze dat spul ook, hè? Jawel. Ja. Ik heb laatst zien liggen, dus. Ja. Bij de... Hoe heet dat spul? Waar we al die dingen halen, die verfspul. Dat ligt bij. Nee. Goed, ik ga helemaal van draad af, jongens. Wat wil ik nog zeggen? Ja, we gaan nou eerst even terug naar de boerderij om de trillen af te koppelen. En dan rijd ik naar de winkel en dan gaan we de diepploeg gaan we kopen. En moeten we even het veld gaan ploegen. Dus let's go. Nou, daar zijn we. En ik zat het ook even te denken. We kunnen natuurlijk ook gewoon een... hoe heet zo'n ding? Een... mesttank huren. We hebben natuurlijk, als het goed is, hebben we nou wel redelijk wat dichtgestaan. Ik weet niet hoeveel, maar we hebben het wel. Dus dat kunnen we natuurlijk ook op het veld gebruiken. We kunnen het beste eerst even proberen met kunstmest, want dat hebben we namelijk nog. Even kijken hoor. Dan kopen we 130 pk. Ja, het is toch breed zat. Die andere die is 50 meter... breder, dus op zich is het niet heel erg. En ja, ik heb hem nieuw gekocht. Mesttankje. Daar kunnen we dan natuurlijk altijd nog eventjes eentje bij de dinges vinden. Want verder hebben we niet zo heel veel. Alhoewel, deze doet ook prima hoor. De Joskin Modulo 2. Is ook een leuk apparaat. Of de Zoenhammer. Maar ja, dat is voor andere keer. Wat kan ik hier eigenlijk doen? Of is dat binnen? Oh, dat zijn natuurlijk die vendors die je los kunt doen. En deze, maar ik zie er nog meer. Oh, dan kun je de zijkant eraf halen, joh. Oh, maar dat is wel gaaf. Kijk, ik wil helemaal in de motor gaan kijken. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dingen er weer terug op. Die ploeg meer. Nog een keer. En dan gaan we dat veld in ieder geval even ploegen. Kun je er eigenlijk inklappen? Dat wel niet. Nee, we kunnen hem niet in klappen. Hij is niet ver. Nou, dan gaan we weer terug naar het veld. En dan gaan we eens kijken hoe deze staille op het ploegen reageert. Want daar zit al hartstikke mooi geluid in. Dus als het goed is, dan begint hij straks opnieuw nog te blaffen. Als het goed gaat en als hij natuurlijk genoeg pk heeft. Want we hebben 20 pk speling, dus
in theorie zou het moeten kunnen. Ja, dan beginnen we wel hier bovenaan. Eentje verder. Het is hier wel een beetje heuvelachtig. Maar het zou moeten kunnen. Auto, wacht even. Niet zo netjes wat ik doe, maar goed. Omlaag. Kijk, wat dit wil wel, maar ja, de andere kant is een ander verhaal, hè? Want dat is een stuk zwaarder. We gaan nu heel veel af. Dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker. Maar hij, dit doet in principe prima. Heel veel af. En we kunnen altijd dit op helpen zetten, hè, als het moet. Want dan kunnen wij vast gaan bemesten. Eigenlijk hadden we dat al direct moeten doen. Dan moeten we de steiger op deze mini-ploeg. Ja, dat is ook weer zoiets, hè. Ja, wat we wel kunnen doen, is natuurlijk de steiger verkopen. En een grotere trekker voor weer huren. Want we hebben wel een trekker nodig die de saaimachine aan kan. Dus 170 pk. Als wij nou de... Heb ik hier de Fendt 1? Dat hier mogen we wel huren. Heb ik de Fendt 1 hier? Nee, zeker. Nee, shit. Weet je wat? Ik kom zo terug, jongens. Ik ga even die Fendt 1, die gaan we even huren. Ik denk dat dat wel een heel goed idee is. Nou, daar zijn we weer. Dan zetten we deze eventjes op helper. Ja, helpen eigenlijk hoor. Koersplay, dat wordt het niet met deze velden. Maar helpen is wel ietsjes duurder, maar dat is niet zo erg. We hebben in principe geld zat. En als we nou die Fendt 1, misschien dat we hem wel kunnen huren als we geluk hebben. Maar ik hoop dat hij alles meepakt. Nou, ik had eigenlijk de deur open moeten doen, maar goed. Dan verkopen wij nu de Steiger. Of houden we die? Ja, ik weet het niet. Kijk, want ik wil namelijk graag de Fendt 1 huren of kopen. Waar staat hij nou? Hier deze 183.000 euro. Hij heeft 144 pk, maar we hebben minimaal 700 pk nodig. 237 pk gaat wel heel ver. 718 is ook prima. Maar ja, ik weet niet hoeveel geld we natuurlijk krijgen voor de Steiger. Dus als we dat nou eerst even proberen. Dan rijden we gewoon weer terug naar de winkel. Is wel jammer. De Steiger gaat er wel weg. Maar ja, net als wat jullie ook zeiden. Dus hebben we eigenlijk allemaal wel over eens. Eigenlijk is die te groot voor deze map. Dus die doet bye bye zwaai zwaai. Oh, hier staat hij niet. Daar staat hij daar. Dacht ik hoor. Staat hij hier? Ja hoor. Mooi. Zo machtig geluid in hoor. In dit ding. Maar ja, we hebben er niet meer zoveel aan hè. En er zitten ook nauwelijks uren op. Kijk, met zo'n andere trekker is het toch wel ietsjes makkelijker. En de Steiger die is nou mooi bezig met het veld ploegen. Ik hoop ook dat hij het goed doet. En dan verkopen wij deze jongen. Want misschien verdienen we hier wel vet veel geld aan. Ik weet niet meer hoe duur die was. Eigenlijk. Geen idee. Nou, dan komen we zo meteen. Want vanaf hier is het niet zo ver reden naar de winkel. Dat scheelt. Zo. Mooi. Ja, het is zonde dat hij weggaat. Kijk, het is ook een beetje een oldtimertje, hè. Het is een prachtige trekker. Maar ja, he's too big for our farm, so we need to go to have a change. Yes. Nou, de Steiger is verkocht, jongens. Ja, misschien dat we hem tweehands kunnen kopen, hè. Dat kan. Maar we hebben wel iets meer pk nodig. Profi Plus. Rund omleuchten, hoe is? Boven RUL LED. Oh, wat duur. Venstekers hoeft het niet op. De configuratie hoeft ook niet. En tweedehands kost die 159.000 euro. Dus we zouden hem gewoon kunnen kopen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. License plate, carpet. We kunnen ook alles erop doen, hè. Dat wordt wel ietsjes duurder. Maar dan hebben we alles erop zitten. Dus we doen alle de grote mirrors wil ik graag. Voorraad hebben we die nodig.
Nou, en dan gaan we hem kopen, jongens. Onze gloednieuwe Fendt Wanted. Is een hele mooie trekker. Hij is wel vies en hij moet ook gerepareerd worden. Dus laten we dat ook direct even doen. €1.755. Maar als het goed is, kijk, een beetje los. En dan kun je hem overdoen. Mooi. Dicht. Die omlaag. Als ik hem kan vinden. Ja, er zitten hier zoveel IC'en op, jongens. Dat is echt niet normaal. Want hoe doe ik eigenlijk die... die dingen. Dat is het achterraam. Wat? Welkom bij een event. Dat ja. Kijk, we kunnen ook de telefoonkeur bijvoorbeeld pakken. Ook hartstikke leuk. En weer terug. Het scherm kunnen we nog veranderen. Dan kunnen we draaien. Nou, dat hebben we niet nodig. Ik weet niet wat dat is. Hou eens. Oh, dat zijn de zwaailampen. Nee, dat moet niet hebben. Cruise control, denk ik. De knop kun je eraf en erop doen. Knipperlicht. Groot licht. Die kunnen we dicht doen, die kunnen we inklappen. Heel veel opties. Ik weet alleen niet hoe we de lampjes doen. Nou, maakt op zich ook niet uit. Meenemen dat ding. Dan gaan we eerst even afspoelen. En dan hebben we een gloednieuwe vent, jongens. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ik wel in ieder geval. Een iets nieuwere en een mooiere vent. Hoe is dat? De dingen hoor je ook allemaal. Dat is ook wel geinig. De vering. Zo. Deze komt trouwens van Kingmotch, jongens. Mocht je dat afvragen, deze vent. Zo. Ja, top. Hoe doe ik eigenlijk die dingen eruit? Dat sta ik niet bij, zeker. Weg. En dan hoop ik, want we moeten de saaimachine sowieso nog ophalen. Dus laten we die direct even ophalen. Dan moeten we hier naar rechts. Dan kan de staai nog eventjes mooi... Wat is die staai nog weer aan het doen? Die gaat helemaal scheef. Wat doet die staai? Oh nee. Hij heeft een heel andere veld meegenomen. Oh, wat erg. Nou, dan gaat onze opbrengst. Ah, wat is dit nou weer voor gepoepviool dan? Hoezo gaat hij in één keer vandaan naar hier? Oh, wat erg. Als ik er niet eerder bij was, hebben we een heel groot probleem. Hij heeft gewoon het halve veld heeft hij gewoon meegenomen. Nou, lekker. Je moet dit niet, je moet dat veld ploegen, niet dit veld. Oh, wat erg. Ja, ik moest even tappen, jongens. Was foutje. Ja, ik kom terug. Ja. Oh, hij zit er net die ding aan, hè. Goeiedag, zeg. En deurtje dicht. Hoppakee. Nou, dan halen we de saaimachine eventjes alvast op. Dan kunnen we in ieder geval die alvast klaarzetten. Kijk, en als we het helemaal mooi willen doen, voor mij kan dat zelfs hier. Zetten we de trekker hier neer. En vanaf buiten kunnen wij ook alles bedienen. De hef omhoog en de hef omlaag. Als het goed is. Als het goed is, moet dat kunnen. Maar... misschien dat ik er eerst wat uit moet zetten. Maar je kunt vanaf hier kun je ook de hef en zo doen. Dat is wel top. En je kunt echt alles weghalen. Hè. Je kunt... zover ik weet kun je deze ook weghalen. De topstang kun je verwijderen. De motorkap kan open. En dan kun je die weghalen. Dan kun je die weghalen. Die omlaag. Die omlaag. Kijk, die worden dan op de grond gezet. En als ik daarop klik, dan komt er nog een bouwlamp bij. En zo kun je dus bij wijze van de trekker helemaal bekijken. Dus dat is wel top. Die kan terug. Die kan terug. En de motorkap kan dicht. Oh. Topstang gebruiken we nou toch niet.
Dus het is wel echt een hele uitgebreide trek hoor. Dat is wel echt vet. Zo, deur dicht. Dan brengen we deze in ieder geval naar de boerderij. En dan hoop ik toch dat de stadje niet weer raar aan doen is. Dat zou echt zonde zijn. Alright, ik had eventjes wat technische probleempjes, jongens. Het was namelijk zo, op de een of andere manier, mijn scherm ging in één keer uit, mijn tweede scherm. En ik zag geen farming meer, dus ik kon helemaal niks meer. Ik moest via OBS moesten kijken of ik de game kon opslaan of niet. Dus dat is gelukkig gelukt, maar ik heb nu weer beeld, dus ik heb weer zien wat ik doe. Ja, hij is alleen wel een beetje vergeetachtig hier zo. Ja, maar als hij daarmee klaar is, dan kunnen wij dit eventjes vast bemesten. En dan kunnen we de volgende keer kunnen we dit in principe inzaaien met gras. Of vandaag, moeten we even kijken. Want ik wil eigenlijk eerst eventjes de trekken overnemen, dat je het niet erg vindt. Zo. Even die deur ondertussen los proberen los te krijgen. Stop. Juist. Kijk, want als die nou... Zo. Als je nou eerst dat stuk gaan doen, dan kan ik hier vast kunstmest op gooien en dan kan hij daar wel zelf mee verder. Dat in ieder geval het veld geploegd is en bemest is. Het zaaien is zo klaar met de zaaimachine, dus dat is geen ramp. Maar het was zo, in één keer was alles weg. Mijn scherm was weg, mijn game was weg, alles was weg. Heel apart. Maar ja, gelukkig is alles goed gekomen en had ik nog kunnen opslaan, zou ik werkelijk wel alles opnieuw moeten doen. Daarentegen hadden we wel geluk gehad dat ik dat veld niet had vernacheld, maar goed. Maar had ik echt alles opnieuw moeten doen. Het oogsten en alles. Oh, niet rood. Zo. Kijk, dan doen we ook direct even de kopbakkers aan die kant. Want dan kan hij daar in principe mee verder, zover hij nog kan. Nou, dat ene stukje heb ik zelf maar even gedaan. Ik heb de staai weer even op helpen gezet. En dan hadden wij in de tussentijd even voor de kunstmest strooien op. Want ik denk dat die helper zo een keertje mee stopt. Want dan snapt hij er weer gereed van. Hoe je moet veel die loop scheef, dus ik weet niet hoe het werkt. Weet je wel, zo gaat dat. Dus ik hoop dat het in FS22 toch ietsjes beter gaat. Want de kunstmest strooien ligt hier. Dus dan kunnen we het beste die eerst opmaken. En als dat op is, voor zolang het nog kan. Dan, dat we dan dichtgestaard gebruiken, want ik denk niet dat wij heel veel dichtgestaard hebben eigenlijk. Want zoveel slage hebben wij helemaal niet verkocht, hè. Zo. Kijk, maar dit zou gewoon moeten kunnen. Alleen misschien dat ik dat eerst, want in het echt moet je dat voor mij eerst ontgrendelen. Ja, zo kan het ook. Oké. Okay. In het echt moet je eerst ontgrendelen voordat je dat kan gebruiken. Volgens mij, ik weet niet meer hoe dat tegenwoordig zit, maar ik dacht dat ik eerst de twee blauwe knoppen moest indrukken, zodat ik de aftakkers aan of uit kon zetten. Ik moest dat eerst ontgrendelen, voordat je dat vanaf buiten kon gebruiken. Vroeger, toen ik nog op de boerderij werkte. Maar misschien dat het tegenwoordig alweer helemaal anders gaat. Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat de staai eigenlijk zo goed als klaar is. Maar gelukkig rijdt hier geen verkeer op deze weg, dus ik kan het wel heel eventjes hier laten. Zo, want hij moet dit nog even doen. Ja, en dan doet hij alleen dat. Nou, prima. Kom hier. Deur los. Deur dicht. Helpen eraf. Zo, dan hebben we in ieder geval een mooi veldje geploegd en bemest. En dan gaan we de volgende keer gaan we met de vent gaan wij inzaaien. Dacht ik zo. En dat wordt de zondag. Denk ik. Ja, zondag. Donderdag en vrijdag hebben we Almosta Farm. Nou, en hebben we dinsdag en zondag en dinsdag hebben we dan Laboom. En hier heb ik alles meegenomen. Dus hier is het klaar. Alleen, ik zat net te kijken. Dit is toch geen ploeger tekstje. Dit is toch een gecultiveerd tekstje. Terwijl we eigenlijk met een diepploeg aan de gang gaan. Dat is toch raar? Dat zal wel weer farming logica zijn, denk ik. Zo.
Kijk, als je niet alles meeneemt, is het niet zo heel erg, want we gaan er toch met een direct drill over hier. Zo, mooi. Dan kan die uit. En deur dicht. En dan gaan we even met onze nieuwe trekker het veld bemesten. En aan dat ding. Hoppakee. Dat ding zit nog aardig vol, dus ik denk niet dat we aan het dichtgestart komen. Deze serie. Het is ook niet zo'n groot veld, hè. Dan kunnen we dus zondag gaan we dit veld inzaaien met gras. Dan doen we de tweede bemesting over in en dan kunnen we gaan maaien. Ik wil wel even een rondje maken, want het is hier behoorlijk stil. Daarom zou die helper dat stuk ook niet hebben gezien, want dat is een behoorlijke afdaling daar. Dat hij hem op die manier niet heeft meegenomen. Maar ja, jongens, laat even in de reacties weten wat jullie van de nieuwe trekker vinden. Het is een beetje lullig dat ja, FS22 dat ligt echt om de hoek op te rapen. En dan gebruik ik nou een van de beste mods die er zijn. 1 of 2 afleden, zo stom. Maar ja, ik zou dus wat te denken, want ik weet dat we in Petit France, in de livestream serie van Wimpy, zijn we ook aan het sparen voor de Fan One. Alleen in Champs de France, wat ik gisteren heb gestreamd, weet ik niet hoe ver we zijn. Maar daar ben ik ook een tijdje niet meer geweest. Ik ben natuurlijk 2 weken uit de run geweest met betrekking tot verbouwen en verhuizen en een hele gezeik. Nou, dat is nou in principe klaar. Alleen ja, het internet moet nog even bekeken worden. Het schijnt nu goed te zijn. Maar ja. Dat moet met de tijd maar eens even blijken. Want meisje achter mij moet natuurlijk ook vast internet hebben. Of niet meisje? Ja, want ze speelt altijd op wifi en dat wil nog wel eens wegvallen. En dan kunnen we beter gewoon direct 2 kabels, of ja, in ieder geval 1 kabel trekken. Die hier in zo'n netgear apparaat gaan. Die gaat via de achterkant erin en dan kun je weer, voor mij zijn het 5 gaten. Dan kun je weer 5 bekabelde dingen kun je weer spreiden, zeg maar. Dus dan gaat er eentje naar mij toe en dan gaat er eentje direct bij Rosa in de computer. Dat is in ieder geval het idee. Maar ja, of dat allemaal gaat werken, dat mag ik hopen, want natuurlijk zo'n switch heet dat. Zo'n switch dat, ja, omdat die... Hij moet het natuurlijk verdelen, dus als het goed is, het is een hele goeie van Netgear, dus hij zou in principe overal net zoveel internet weg moeten pikken. Maar ja, die gebruiken we momenteel niet. Dus we moeten nog maar achterkomen. Hey, maar jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Laboom. We hebben dus een goed nieuwe trekker gekocht. Ik ga de boel opruimen en dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Mocht je dit natuurlijk een leuke video bevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en tot de volgende keer. Kalm!